We staan nu in een installatie en wat is dit eigenlijk en van wie is dit? Wel, het is van Tom Plischke en Katrien Duyffert. Die samen heten ze Duyffert en Plischke, de artist twins, dus de artistieke tweeling. Hij is eigenlijk een choreograaf en danser van opleiding. Hij doet dat ook nog altijd. Zij is theaterwetenschapper, maar heeft zich samen met hem ook in een heel aantal performances en zo gestort. Maar die theoretische kant die er bij haar in zit, die speelt hier een heel grote rol, omdat het gaat over allerlei vragen rond gender die hier aangekaart worden. Nu, hoe zit het in elkaar? Deze mooie ruimte, die eigenlijk een soort krol is, je zou kunnen zeggen, een soort half spinnenweb, ja. Daar gaan zij dus zij houden een workshop in Antwerpen met een aantal mensen en die samen nadenken over het thema gender aan de hand van het verhaal van Arachne. Dat is de vrouw die door, ik denk, Athene veroordeeld werd om spin te zijn, omdat ze veel mooier kon weven dan Athene zelf. En die mythe op zich, daar zitten heel veel latente denkbeelden in over ja, wat is een man, wat is een vrouw, wat is het eigene van vrouwen enzovoort. En dus zij brengen dat hier eigenlijk samen, dat materiaal dat ze samen ontwikkelen, brengen ze hier samen en ze verbinden verschillende ideeën met draadjes. Dus als ze vinden bijvoorbeeld idee 1 heeft iets te maken met idee 2, dat op een ander blaadje staat of op een ander filmpje staat of in een ander boekje staat, ja, dan verbinden ze die en zo ontstaat er een web. En eigenlijk wordt de bezoekers gevraagd om verder door te gaan op wat er al staat. Dus eigenlijk de bezoekers kunnen ook een blaadje nemen, iets bijschrijven en dus zo'n post-itje. Dus je hebt iets wat je aanspreekt, dan kan je er een post-itje naast hangen of eentje bovenop hangen. Of je kan zeggen, ja, maar ik vind dat dit idee eigenlijk ook wel te maken heeft met dat idee. En dan kan je een draadje bijspannen. En er is ook een praathoekje om even, als je iemand tegenkomt, om daar eens mee aan de babbel te gaan over wat hier allemaal te zien is. Dus dat is het idee. Ze hebben dat al één keer op deze manier in Wenen gedaan. En dat was een verbazend groot succes. Dus mensen gingen daar met heel veel plezier op in, eigenlijk, op dit soort... Maar die discussie wordt toch een chaos? Dat wordt toch... Ja, maar... Het vraagt een beetje onderhoud. Dus ze komen af en toe terug om dubbels, overdaad, te dikke pakjes, post-its enzovoort, wat uit te zuiveren en de zaak terug wel netjes te zetten, zodanig dat mensen ook het gevoel hebben van we zijn hier welkom, dit is geen troep. Ja. Allee, dit is echt een voorstel om samen kennis op te bouwen rond een niet zo eenvoudig thema eigenlijk, waar iedereen mee te maken heeft, maar waar we zelden eigenlijk echt diep over nadenken, terwijl het ons natuurlijk allemaal wel aanbelangt. Dus dat is hoe dit in zijn werk gaat. Mooi. Ook een ervaring hier langs lopen. Het is ook een ervaring. Hè. Het is eigenlijk een cadeau, vind ik, dat die golfplaten breken het licht op zo'n manier dat die stalen platen inwendig een soort blauwe schijn krijgen, waardoor het een soort toverachtige kwaliteit krijgt. Ja. Maar dat is natuurlijk een cadeau wat ongevraagd gekomen is.